Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Welkom weer bij een nieuwe podcast. En deze keer behandel ik eigenlijk een vraag van inmiddels een cliënt, maar deze vraag kreeg ik van iemand die menstruatieproblemen heeft, menstruatieproblematiek. Ik richt me in mijn praktijk op vrouwen met menstruatieklachten, dus het is niet geheel toevallig dat ze bij mij terechtkomt natuurlijk. Maar ik dacht het is wel interessant om daar weer een keer een podcast over te maken, want ik heb natuurlijk al wel eens over PMS een podcast opgenomen. Maar nooit echt over deze syndromen eigenlijk dat het zijn. Het zijn allebei syndromen. PCOS is polycysteus ovarium syndroom. En PMDD is, ik heb het net opgezocht, want ik ben ook niet heel goed in de afkortingen. Premenstruele dysfore stoornis. Het is dus geen syndroom, maar het is een stoornis. Zo zijn er nog veel meer syndromen, stoornissen, verschillende klachten natuurlijk van aan je menstruatie. Waarom we pijn hebben, waarom we wellicht minder vruchtbaar zijn of onvruchtbaar zelfs. Waardoor we dysmenoreu of amenoreu hebben. Dus een overmatige menstruatie of juist een menstruatie die uitblijft. Onregelmatige menstruatie. Noem maar op. Met alle daarbij behorende symptomen. Hè? Stemmingswisselingen, acne, overbeharing op je gezicht, buik en rug. Wat bij PCOS een kenmerk is. Geen of onregelmatige menstruaties. Haarverlies. Verminderde vruchtbaarheid. Dat had ik natuurlijk al eventjes genoemd. Wat hier in al deze klachten, en daarom heb ik eigenlijk nooit ook echt, of behandel ik niet zozeer PCOS of PMDD of PMS. Dat behandel ik nooit als een klacht. Maar ik kijk altijd naar een breder verhaal. En dat bredere verhaal, en ik ga het nu een beetje kort door de bocht vertellen. Dit is bij iedereen anders, maar het is wel eigenlijk de kern waar het op neerkomt. De reden is bij iedereen anders. Maar het gaat allemaal over verstoring in je hormoonhuishouding. En dat begint al bij een verstoring in je lever. Je lever is heel belangrijk in je hormoonhuishouding. Breekt hormonen af. Je hele hormoonsysteem, je hypofyse, je hypothalamus, je schildklier, je bijnieren. Bij schildklier heb je trouwens ook. Je bijnieren, je geslachtsorganen, je eierstokken dragen allemaal bij aan je hormoonsysteem. En ons hormoonsysteem is denk ik wel het meest ingewikkelde systeem om te begrijpen vanuit de wetenschap. Omdat dit met, nou ja, ik weet niet hoeveel stofjes samenhangt. Het bepaalt je gemoedstoestand. Het bepaalt of je lekker in je vel zit of niet. Stemmingswisselingen bijvoorbeeld of niet. Het zorgt voor een hypergevoel of juist niet. En daarom is het voor mij als natuurgeneeskundige, kijk ik nooit per klacht, maar ik kijk altijd naar een persoon. En wat er vaak gebeurt in de reguliere geneeskunde, zonder daar een oordeel op te hebben, is dat er kaders gemaakt worden, zoals PCOS, zoals PMDD, zoals PMS, zoals endometriose, zoals, nou ja, noem maar op. Dan heb ik het alleen maar nu over menstruatie-gerelateerde dingen, maar je hebt natuurlijk nog heel veel klachten. En als iemand aan heel veel dingen die op dat lijstje staan, die bij die symptomen hoort, als je bij heel veel dingen een vinkje kan zetten, dan komt iemand in dat hokje, tussen aanhalingstekens.
Maar ik denk eigenlijk meer out of the box. Ik kijk niet in hokjes, maar ik kijk naar de persoon. En wat voor een klachten laat iemand zien? Hoe ziet iemands leven eruit? Waar loopt iemand tegenaan in haar leven? Wat eet ze? Hoe gaat ze met emoties om? Hoe richt ze haar leven in de zin van, sta je altijd aan? Sta je altijd naar buiten gericht? Hoe belangrijk is je werk ten opzichte van je eigen tijd? Ben je überhaupt bewust van je eigen lijf? Of wat vind je van je menstruatie? Vind je het maar onhandig en irritant en hoop je dat het snel over is? En kijk je niet echt uit naar de momenten in de maand dat je je menstruatie hebt? Of ben je daar wel weer wat meer mee in verbinding? En daar ga ik mee aan de slag. Want elke klacht, hoe klein of hoe groot ook, is een uiting van je lichaam dat er iets niet stroomt. En als dat op je baarmoedergebied is, op menstruaties, op je geslachtsorganengebied, dan zitten de thema's over het algemeen op veiligheid, seksualiteit, intimiteit, grenzen aangeven, prikkelgevoeligheid. Dat is het voor nu even. Dus er zitten nog wel meer dingen, maar dat zijn echt vaak thema's. En ook in die thema's zijn weer heel veel gradaties. Want de een zit meer met onzekerheid en een zelfbeeld. En de ander die is heel erg aan het pleasen. En die kunnen ook weer met elkaar te maken hebben. Dus daar kijk ik echt naar. Van hé, maar hoe uit het zich bij jou? En hoe kunnen we dat gaan veranderen? Ik heb een cliënt die is nu een klein jaartje denk ik bij me. En toen ze voor het eerst bij me kwam, zij heeft PCOS. Of had, want ze heeft, de klachten zijn over. Maar ze kwam met PCOS bij me. En toen zei ze, yes, ik heb eindelijk iets. En nou kan ik met je aan de slag. En toen zei ik van, nou, dit is eigenlijk niet zo handig. Want nu heb je iets voor jezelf gecreëerd om met mij in dit geval aan de slag te gaan. Je had ook eerder aan de slag kunnen gaan. En dan had je dit niet hoeven hebben. Maar zij had PCOS. En ik zeg had, want haar cyclus is helemaal normaal. Haar overbeharing is ze heeft nog wel wat overbeharing, maar ze zegt dat hoort ook echt wel een beetje bij me. Maar wat er nog meer extra was, is echt eens minder. De huid is rustig. Nou, de vruchtbaarheid weten we nog niet, want een kinderwens heeft ze nog niet op dit moment. Maar haar menstruatie is rustig. Haar menstruatie is normaal, tussen aanhalingstekens. Ze heeft er geen last meer van. En wat ik bij heel veel cliënten hoor, van de pijn die we vaak voor onze menstruatie hebben, of de stemmingswisselingen, of de geïrriteerdheid, is ook een aankondiging dat je menstruatie komt. En als dat ineens verdwijnt, dan mis je ook een soort houvast dat je menstruatie eraan komt. Dus de laatste, of in het begin, dat nu hebben we daar natuurlijk weer technieken voor hoe je dat wel kan gaan voelen in je lijf. Maar in het begin werd ze verrast door de menstruatie, want ze had helemaal geen klachten. En de menstruatie is regelmatig en pijnloos. Grotendeels pijnloos. Soms de eerste dag, maar altijd is de pijn te herleiden dat er eigenlijk in de weken voor de menstruatie zij, maar dat geldt voor iedereen, geldt voor mij ook hoor. Als je in je menstruatie pijn hebt, geldt dat je de weken daarvoor eigenlijk te veel over je grens bent gegaan. In wat voor een opzicht die grens dan op dat moment ook is. Dus de pijn is ook een wegwijzer. De pijn geeft aan wanneer je menstruatie komt. De pijn geeft aan dat je over je grenzen bent gegaan. De pijn geeft aan dat je wat meer naar jezelf mag luisteren. En dat is dat is punt eigenlijk. Ik hoef er niks anders meer aan te zetten. Pijn is ook vaak een wegwijzer. Maar wel als het functioneel is. En als je echt heel veel pijn hebt, is het natuurlijk niet functioneel. Maar als je heel veel pijn hebt,
betekent dat waarschijnlijk ook dat je heel veel over je grenzen bent gegaan. En dan is het daaraan werken. En dat doe ik. Ik ondersteun natuurlijk met kruiden, hè, zorgen dat het lichaam in balans komt, dat de afvalstoffen goed uitgescheiden kunnen worden, dat het hormoonsysteem in balans komt. Nou, dat gaat op heel veel facetten, maar ook dat ze gaan leren, dat mijn cliënten gaan leren hoe ze hun cyclus mogen interpreteren. En als ze hun cyclus kunnen interpreteren, gaan ze weer een stapje verder naar zichzelf, hoe ze zichzelf interpreteren. En als ze pijn hebben, gaan we kijken, oké, waar in de maand ben je over grenzen gegaan als dat een thema is? Of ben je niet in contact geweest met jezelf? Of ben je misschien in een oude valkuil getrapt? Want die gaan er komen. En dan gaat je lijf je de weg wijzen hoe je jezelf kan helen. En ik vind dat echt fantastisch. Want in het begin zijn we eigenlijk een soort puin aan het ruimen. Echt gewoon weer zorgen dat klachten overgaan. Zorgen dat, dat iemand gewoon weer fijn in zijn vel zit. En op het moment dat dat gebeurt, gaan we eigenlijk een laag dieper om te zorgen. Maar hoe kan je dat nou in de toekomst, als het traject klaar is, hoe kan je dat nou zelf doen? Hoe kun je nou naar de signalen van je lichaam gaan luisteren? En vaak komen er ook, is niet alleen menstruatieklachten, maar zijn er vaak ook andere klachten. Dus die pakken we dan ook gelijk mee. En dat is hoe ik krijg zo vaak de vraag van, hoe kun jij PCOS behandelen? Kun je PMDD behandelen? Kun je, weet ik veel wat behandelen? En eigenlijk is mijn antwoord altijd ja. Mits je bereid bent om zelf ernaar te kijken wat de lessen zijn. Want als je van mij verwacht dat ik je een pilletje geef of een kruid geef en het wordt dan opgelost, dan kan ik niet zoveel voor je doen. In ieder geval, dan zal het in het begin echt beter gaan. Maar als je dan stopt, dan zullen de klachten waarschijnlijk terugkomen. Want je mag de les eronder gaan leren en gaan leven. En steeds meer in contact met jezelf komen of met je ziel komen. En jezelf gaan embodyen, eigenlijk. Dus dat is hoe ik naar dit soort klachten kijk. En natuurlijk neem ik mee wat de gynaecoloog of wat de huisarts zegt. Maar ik trek het veel breder. En soms is het fijn om een diagnose te hebben. Of vaak is het fijn, want dan weet je gewoon wat er aan de hand is. En dan kan je er daarna mee aan de slag gaan. Ja. Dus dat, ik ga deze podcast, het is zo grappig, ik voel vaak echt zo'n afronding in mijn systeem. Dit is wat ik heb willen vertellen, dus ik ga hem lekker afronden. Heb je vragen? Kom vooral met je vragen over de podcast. Heb je een vraag over een bepaalde klacht die je hebt? Mail het me. hello@green-goddess.nl. Dan neem ik het mee voor een podcast, want dat vind ik ook leuk om daar inspiratie van te krijgen. En ik help je graag een beetje verder. Dus ik wens je een hele fijne dag. En tot snel. Aho!